Ik had nooit gedacht dat ik in zo'n klein dorp zou eindigen, maar na de drukte van de stad voelde ik dat ik iets anders nodig had iets rustigers. Het was inmiddels oktober, en de herfst had het landschap om me heen volledig veranderd. Gele en rode bladeren bedekten de grond. De lucht rook naar regen, en elke ochtend was koud genoeg om een sjaal om te doen, maar nog niet koud genoeg voor handschoenen. Elke ochtend maakte ik dezelfde wandeling door het bos achter mijn huis. Het pad was smal, maar het bracht me langs het meer en door een stuk met oude eikenbomen. Het was de enige plek waar ik echt mijn hoofd kon leegmaken. Ik was een paar maanden geleden verhuisd en eerlijk gezegd voelde ik me nog steeds een beetje een buitenstaander. Iedereen leek elkaar hier al jaren te kennen en ik, ik was de nieuwkomer, de vreemde. Op een ochtend liep ik mijn gebruikelijke route toen ik hem weer zag. Een man met een hond die ik al een paar keer eerder had gezien. Hij kwam altijd van de andere kant van het pad. Soms knikte hij vriendelijk en ik knikte terug. Maar we hadden nooit echt gepraat. Tot vandaag. Het is een mooie dag voor een wandeling zei hij toen we elkaar passeerden Ik knikte zoals ik meestal deed maar dit keer bleef ik staan Ja het is mijn favoriete tijd van het jaar antwoordde ik Hij lachte een beetje verrast dat ik antwoord gaf leek het Die van mij ook zei hij Zijn hond een vrolijke golden retriever Trok aan de lijn en begon in de bladeren te graven. Ze is altijd op zoek naar schatten, zei hij met een knik naar zijn hond. Ik grinnikte en stak mijn hand uit. Ik ben Eva trouwens. Thomas, zei hij, terwijl hij mijn hand schudde. Woon je hier al lang? Een paar maanden. Nog steeds een beetje wennen, denk ik. Dat begrijp ik, zei hij. Het is hier niet zoals de stad. Maar dat is misschien ook juist het mooie. Ik knikte weer. Niet zeker of ik het daar helemaal mee eens was. Maar hij had een punt. Er was een soort rust in dit dorp. Toch voelde het anders dan ik verwacht had. De dagen gingen voorbij en ik zag Thomas af en toe, meestal tijdens mijn wandelingen. Het werd bijna een soort ritueel, die korte ontmoetingen. Soms praten we, soms niet. Ik begon het te waarderen dat hij niet altijd vragen stelde, dat we gewoon konden genieten van de stilte van het bos. Maar op een koude, mistige ochtend zag ik hem niet. Geen hond, geen Thomas. De wandeling voelde plotseling leeg. De dag erna ook. En de dag daarna weer. Ik vond het raar hoe snel ik die korte ontmoetingen was gaan waarderen. Op een gegeven moment. Besloot ik mijn route te veranderen. Het werd een gewoonte: elke dag een ander pad, een andere route door het bos. En toch vond ik niets. Het leek alsof hij van de aardbodem verdwenen was. Tot op een zaterdagmiddag, toen ik in het dorp wat boodschappen deed. Ik stond bij de bakker en voelde ineens een hand op mijn schouder. Het was Thomas. Je bent je routes aan het veranderen, zei hij lachend, alsof hij me al die tijd had gezien. Ik fronste. Ik heb jou helemaal niet meer gezien. Hij keek even weg, leek wat te aarzelen. Ik moest even weg voor werk. Maar ik wilde je eigenlijk iets vragen: Wat dan? Of je het misschien fijn vindt om eens samen te lopen, zonder toevallige ontmoetingen. Ik glimlachte en voelde een vreemd soort opluchting. Dit was geen romantisch verhaal. Het was simpel, echt, zonder grote gebaren. Gewoon een gedeeld moment in de herfst, zonder verwachtingen. Dat lijkt me wel wat, zei ik. Dit was deel 1 van Herfstontmoeting. En als je benieuwd bent hoe het verhaal nou afloopt, zorg dan even dat je ook deel 2 kijkt. En voor de oplettende kijker heb ik nog een vraag die je kan beantwoorden in de comments. Een plaatje in het verhaal uh, klopt niet met wat ik vertel. Dus een detail in een plaatje. Ik ben heel benieuwd of je dit eruit kan halen. Um, zorg dat je klaar zit voor deel 2 en dan zie ik je snel. Meer korte Nederlandse verhalen horen? Abonneer je op mijn kanaal. En als je de video leuk vond, laat het me weten in de comments. Bedankt voor het kijken en luisteren.